Goedemiddag iedereen en welkom op deze Eat & Meet. Mijn naam is Rob Peters en ik ben loopbaancoach bij Passion for Work. En ik werk ook als recruiter voor een IT-consultancybedrijf. En in die rol merk ik dat we steeds meer en meer digitale sollicitatiegesprekken voeren. En daarom dat ik hier vandaag met jullie graag een vijftal tips wil delen rond digitaal solliciteren. Want ook tijdens mijn loopbaanbegeleiding hebben verschillende mensen die ik in begeleiding heb daar vragen over, waarop te letten, op welke manier, zijn er verschillen enzovoort. We zien het met de lockdown, het bijhorende thuiswerk, zien we een stijgende trend om gesprekken te organiseren via allerlei digitale tools zoals Zoom, Microsoft Teams enzovoort. En natuurlijk, een digitaal interview is een iets ander type interview dan een face-to-face interview, waarbij dat je aandachtig moet zijn voor een aantal extra zaken die je ergens anders niet hebt. Daarom dat ik jullie dus vandaag die 5 tips wil meegeven voor digitale gesprekken, waarmee dat je onmiddellijk aan de slag kan gaan, zodat je beter voorbereid jouw gesprekken kan aangaan. Tip 1, en dat geldt voor alle gesprekken, is bereid je goed voor. Inhoudelijk, zoals op een gewoon interview, maar natuurlijk bij een digitaal interview, moet je op voorhand een aantal dingen checken. Check de videosoftware, hoe werkt deze? Wat moet je installeren? Werkt dit op jouw laptop? Check jouw pc, is de batterij opgeladen? Eventueel internetconnectie checken. Ik raad altijd aan om al die zaken de dag op voorhand al een keer te checken. Dan heb je nog tijd om dingen recht te zetten, te regelen indien nodig. En natuurlijk op de dag zelf, op de dag van het interview, start je heel jouw systeem een kwartiertje op voorhand even op. Zodat je eigenlijk direct klaar staat om rustig aan een digitaal interview in te gaan. Ik zie dat ik een aantal aandachtige kijkers heb vandaag. Welkom allemaal. Ik ben vandaag 5 belangrijke tips aan het delen voor digitale gesprekken. Juist tip 1, bereid je goed voor. Tip 2 is, zorg voor de juiste ruimte. Zorg dat je ergens apart kan zitten waar je niet gestoord wordt. Spreek het alsnog af met jouw familie als je het van thuis uit doet. Of reserveer een meetingroom als je op kantoor zit. En denk aan zaken zoals tegenlicht, zodat je goed op het beeld overkomt. En dat kan je ook best op voorhand checken. Zorg voor een neutrale achtergrond of een opgeruimde kast of iets dergelijks, zodat het mooi, proper en ordelijk staat. Dat komt ook beter over in het gesprek. Tip 3, zorg dat je alles bij de hand hebt. Zorg voor een cv, pen en papier. Het is heel lastig als je tijdens het interview moet zeggen, ik moet even iets pakken. Zorg voor een glaasje water. Want als je een droge keel krijgt of iets dergelijks, is het toch belangrijk dat je alles bij de hand hebt. En gebruik pen en papier om te noteren als je iets wilt noteren, want typen durft tijdens een digitaal interview echt wel heel storend te werken. De 4e tip die ik graag wil delen is een heel belangrijke, voor de hand liggende, maar wordt toch vaak vergeten. Dat is, zorg dat je alle meldingen op jouw pc en of gsm uitschakelt. Want die kunnen zeer afleidend werken en dat komt natuurlijk ook weer niet goed over tijdens het gesprek. En vervolgens, de laatste tip die ik kan meegeven is eigenlijk, een digitaal interview is hetzelfde als een gewoon interview. Dus je moet ook op dezelfde dingen letten als bij een gewoon interview. Maar zorg ook dat je er professioneel uitziet. Dat je proper aangekleed bent, dat je er fris en monter uitziet. Let op je taal en wees ook aandachtig in het gesprek. En geef dat ook aan. Nog meer als in een ander gesprek moet je tonen dat je aan het luisteren bent. Door recht in de camera te kijken, door te knikken, door bevestigende antwoorden te geven enzovoort. En zeker als je antwoorden geeft, kijk recht in de camera. Niet op je scherm, maar in de camera. Omdat je heel duidelijk een verschil ziet tussen waar ik nu kijk en je voelt je veel meer aangesproken als je recht in de camera kijkt. Dus dat waren de 5 tips die ik vandaag kort eventjes met jullie wilde delen. Dus bereid je goed voor, zorg voor de juiste ruimte, zorg dat je alles bij de hand hebt, pen en papier, een glas water enzovoort. Zorg dat alle meldingen uitstaan op je laptop en je gsm. En zorg er gewoon voor dat je een goede uitstraling hebt, want je hebt maar 1 kans om een goede indruk achter te laten bij jouw potentiële werkgever.
Mocht je toch nog onzeker zijn, dan kan ik jou nog één bonustip meegeven en dat is oefenen, oefenen, oefenen. Eventueel met familie of vrienden of in loopbaanbegeleiding kunnen we ook altijd tijd maken om even een oefenmoment te hebben om eens een keer een digitaal interview te simuleren. Uiteraard kan je daarvoor ook bij ons terecht. Wist je trouwens dat je slechts €40 betaalt voor 4 uur coaching, dankzij de VDAB loopbaanchecks? Dus als je sterker wilt staan in digitaal solliciteren, als je wilt leren hoe dat je je competenties, jouw ervaringen goed in de verf kunt zetten tijdens een sollicitatiegesprek, dan ben je meer dan welkom om eens bij ons in loopbaanbegeleiding te komen. Neem gerust even contact met mij op en dan, ik zet sowieso onderaan zo dadelijk nog even de link voor een aanvraag voor een gratis kennismakingsgesprek. Dat is volledig vrijblijvend. Dan kunnen we daar samen eens over praten. Over wat dat jou kan helpen om jouw carrière een extra boost te geven. Dus wij zien elkaar gauw. Ik wil jullie graag allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid, voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie iets hebben aan de tips. Mocht je nog extra tips hebben, deel ze ook onderaan. En dan spreken we elkaar misschien later nog. Alvast bedankt en tot ziens.